Wow, we hebben een verzameling van hele mooie petten. Wil je een pet kopen? Ik verkoop geen petten. We hebben mijn oude oldschool huffpet. Holy shit, die is oud. We hebben een pet van Nike SB, die is nieuw. Wow. We hebben een pet van Griffers, wow, die is ook oud. We hebben een pet van Knopower. Dan hebben we een pet van Official. En dan hebben we een pet van, ik weet niet wat merk deze pet is. Yo YouTube, is het hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we de Viomak die ik eigenlijk al lang had beloofd aan jullie, maar het eigenlijk steeds heb uitgesteld, maar het nu toch doe omdat ik het te lang heb uitgesteld en het nu toch doe. Omdat ik zoveel zie op Facebook en Twitter dat mensen die typische vraag stellen op een vrijdagavond: heeft er iemand nog goede films? Ga ik gewoon 10 van mijn favoriete films nu in deze video stoppen? Oké. Dus zeker een duimpje omhoog als ik hier een deel 2 van moet maken, dus dat gewoon nog eens 10 films zeg die ik echt geweldig vind. En we gaan er gewoon gelijk aan beginnen. Jongens, let's fucking do this! Hier in deze lijst is niet een top 10 waar je aan 10 de beste en slechtste, nee. Het zijn gewoon 10 films waar ik met heel veel plezier naar kijk en ze met heel veel plezier voor een tweede keer bekijk. Harry Potter zit er niet bij, Lord of the Rings zit er niet bij, Star Wars zit er niet bij en ik heb er ook geen cartoons in gestopt. Gewoon puur omdat Harry Potter zo al de helft of meer zelf innemen, Star Wars ook, Lord of the Rings ook. Het zijn gewoon fucking awesome films en ja, jullie snappen wat ik bedoel. Oké, yes. Maar Harry Potter zou toch het nummer 1 staat hoor, dus let's go! De eerste film die ik fucking awesome vind is sowieso Matrix. Matrix is waarschijnlijk de film waar ik mijn hoofd het hardst over heb gebroken. En ik heb het nu echt wel alleen over de eerste Matrix, want de andere twee Matrixen zijn gewoon uittrekkingen van het verhaal. Maar oké, het was een vette trilogie, maar de eerste film was de allerbeste. De film gaat er eigenlijk over dat wij nu in een schaduwwereld leven voor de echte wereld en het is echt fucking awesome. Als je de film nog niet hebt gezien, moet je hem zeker eens checken. Eigenlijk is dat gewoon bij elke film die ik zeg in deze lijst. Check ze gewoon eens, want er zit sowieso geen één slechte film bij. Volgens mij toch, want dat is mijn mening. Dat zijn gewoon mijn... Oké, ja. Ik heb zelf deze Matrix zonnebril gekocht omdat ik het zo'n awesome films vind. En deze bril heeft niet eens van die dingen. Het is gewoon een coole bril, oké. Een andere film die ik fucking awesome vind is The Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio is sowieso al een van mijn favoriete acteurs. Gewoon omdat hij ziet er gewoon fucking beast uit. En in The Wolf of Wall Street wordt dat gewoon nogmaals aangetoond. Het is misschien een iets langdradigere film, maar het verhaal is echt awesome. Het gaat over geld, seks, drugs, vrouwen, mooie vrouwen, geld. Het gaat gewoon over alle coole dingen. Het is een fucking awesome film. Ik vind hem echt geweldig. Je lacht je kapot. Er zitten stukken in waar je echt kut voelt. Er zitten fucking awesome scènes in. Op een bepaald moment gooi je ze met dwergen naar een mikpunt. Fucking vette film. Fucking awesome. Ja. De volgende film. The Butterfly Effect. Ook weer alleen de eerste Butterfly Effect. De andere twee zijn met andere acteurs. Uitgerokken verhaal. Pure bullshit. De eerste Butterfly Effect. Fucking awesome film, super verhaal, geweldig concept met time travelen. Het is super awesome. Het gaat over een jongen die een dagboek schrijft en elke keer als hij zijn oude dagboeken terugleest, gaat hij eigenlijk terug naar het verleden en dan kan hij daar eigenlijk alles veranderen. En zo krijg je dan het butterfly effect als hij terugkeert naar de normale wereld, is alles veranderd en zo. Super awesome, super vette film. De tweede time travel film die ik in deze video heb gestoken is een time travel film die nog redelijk recent is en dat is Project Almanac. Het is een super vette, hippe film van tieners. En ze vinden eigenlijk een tijdmachine in hun huis. En ze stoppen de tijdmachine in een Xbox. En ja, het is een heel raar concept om zo'n tijdmachine te maken. Want de dingen die ze ermee doen, hoe ze terug gaan in de tijd en wat ze allemaal doen. Ze winnen de lotto, ze gaan terug naar een festival met VIP-pasjes die ze dan gekocht hadden en dan... Ja. Het coole aan time travel films is dat op het einde altijd alles fout gaat. En dat is altijd het leukste om... Ja. Ik vind het gewoon een super vet onderwerp om daar een film over te maken. Een andere film die me dan weer helemaal van mijn stoel heeft geblazen is Shutter Island. Het is opnieuw een film met Leonardo DiCaprio en het is wow. Deze film doet je denken. Net als Matrix, misschien een beetje minder dan Matrix, maar het is wel sick. Er zit zo echt iets in dat je hoofd helemaal doet exploderen en je denkt heel de tijd na. En zelfs na de film ga je op internet kijken en kijken wat andere mensen denken dat er gaat gebeuren. Het is echt Leonardo DiCaprio die
naar een eiland gaat. En je moet daar dingen onderzoeken. En terwijl hij iets onderzoekt, vindt hij eigenlijk zelf iets uit. En zijn hoofd explodeert in de film. En terwijl jij naar de film zit te kijken, explodeert je hele hoofd ook. En zo'n films vind ik het allervetste. Dus Shutter Island, super vette film. Om dan even omtrent Leonardo DiCaprio te blijven, Inception zit ook in deze lijst. Het is een awesome film, super special effects. En deze film blast je hele brein ook op. Dromen vind ik sowieso een fucking vet onderwerp om er een film over te maken. Alleen is het erg moeilijk omdat we over dromen bitter weinig weten. En Inception speelt gewoon perfect in op wat we erover weten. De film gaat er eigenlijk over dat mensen een idee willen implanten in iemand zijn hoofd. En dat doen ze door middel van dromen. Ze gaan heel de tijd een laag dieper en een laag dieper en een laag dieper. Maar ze moeten oppassen dat ze niet te diep gaan. Want dan raken ze vast te zitten in de droom en wordt de droom eigenlijk een realiteit. Fucking vette film. En op de een of andere manier link ik deze film een beetje met Matrix. Omdat het zo een beetje, ja, ik weet niet. Ik vind dat de films redelijk op elkaar lijken. Behalve dat ze in Inception geen groene color overlay over de film hebben gegooid. En in Matrix wel, maar oké. De volgende film is Interstellar. En ik zag deze film met hele lage verwachtingen. Ik weet niet waarom, maar ik dacht echt gewoon dat die film niet zo goed ging zijn. Omdat ik had gehoord van mensen wat het onderwerp was. En ik dacht, nee, ze kunnen daarover geen goede film maken. Dat gaat te veel naar de Star Wars kant op gaan. Dat gaat te veel naar science fiction films omgaan. Dat kan geen goede film zijn. What the fuck. Ik heb me keihard misgrepen bij die film. Het was een van de beste films die ik ooit heb gezien. Het idee is fucking vet. Het is super sick om te zien wat ze allemaal doen. Na die film snap ik eindelijk wat de relativiteitstheorie van Einstein is. Is misschien wel een beetje moeilijk, maar het is, ja, je moet gewoon heel aandachtig blijven kijken. De eerste 15 minuten zijn misschien een beetje minder, maar je moet gewoon, ja, blijven kijken. Je zit heel de film op het puntje van je stoel en je snapt eigenlijk zelf niet wat er gebeurt. Tot op het einde, waar alles samenkomt. Heel je gezicht explodeert. Het is sick. Het is sowieso een van de beste films die er is. En Matthew McConaughey, de hoofdrolspeler, speelt zijn rol geweldig. Op de volgende plaats staat er een film die ik als fucking veel heb gezien. Maar toch elke keer als ik er naar kijk, ga ik weer fucking lachen. En hoop ik weer dat ik het zelf ook ooit mag meemaken. En dat is Project X. Je kan nu zeggen dat ik heel typisch ben dat ik deze film erin zet. Want deze film is gewoon super vet. Het is een fucking vette film. De soundtrack is super awesome. De film zelf is ook gewoon geweldig. De film is gewoon super vet. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten waarover het gaat. Maar stel er zo iemand zijn die het echt niet weet. Drie vrienden geven een huisfeestje. En op de een of andere manier nodigen ze veel te veel mensen uit. Het gaat helemaal fout. En het stuk dat er een man in een aluminiumfolie pak met een vlamwerper door een straat loopt, maakt het gewoon helemaal af. Het is een super vette film. Niet luisteren naar wat sommige mensen zeggen dat het typisch is. En dan een vette film. Gewoon naar kijken. Gewoon je kapot lachen. Is awesome. Nog een super vette film. Is dat wel een oudere film. En dat is Mindhunters. Het is de film met de meeste plot twists die ik ooit heb gezien. De film gaat over de beste FBI agenten van Amerika. Die allemaal eigenlijk naar een soort van eiland worden gestuurd. En op dat eiland moeten ze iets oplossen. Een soort van serie moord oplossen. Maar zij zijn de enige 9 mensen op het eiland. En op een bepaald moment komen ze erachter dat 1 van hun 9 de serie moordenaar is. En dat is eigenlijk elk om zijn beurt doodgaat. Tot het einde van de film weet je niet wie het is. Dus je zit zelf heel de tijd te denken. Wie is het? Wie is het? En als ze er dan ineens achter komen, dan zeg je zo, ja, dan zeg je gewoon zoals het typische doet. Ik wist het! Oh, ik wist het! Maar eigenlijk wist je het niet, maar ja, het is gewoon een super vette film. En als laatste hebben wij een film die ik heel kort geleden heb gezien. En ik kan jullie zeggen, ik heb een traantje weggepinkt bij deze film. The Theory of Everything. Een super mooie film. De film is eigenlijk, ja, gewoon de verfilming van het leven van Stephen Hawking. Stephen Hawking is een professor in de fysica en heeft heel veel dingen ontdekt. En hij heeft een soort van motorische storing, waardoor heel zijn lichaam verlamd is. Hij kan niet meer spreken. Maar hij heeft zo'n robot waar er geluid uit komt. En in de film zie je hoe zijn jeugd was. De film is super vet. Het is een beetje een dramafilm, maar er zitten ook hele leuke stukjes in. En het is gewoon een super vette film. En de hoofdrolspeler heeft die Oscar gewoon echt verdiend. Het was super geacteerd. Super leuke film. Zeker eens checken. En oké. Ik vind films heel vet, omdat als je een film kijkt, dan verdwaal je helemaal in die film. En dan gaan eigenlijk al je gedachten uit je hoofd. En denk je volledig aan de film. En dan vind ik zo awesome dat ik even mijn hoofd, YouTube eruit kan halen, school eruit kan halen. Al die andere dingen gewoon uit mijn hoofd.
hoofd kan halen en me gewoon volledig kan concentreren op de film. Ik ga ook redelijk veel naar de bioscoop. En als er goede films spelen, ga ik ze gewoon zo snel mogelijk zien. Zoals The Martian wil ik ook heel snel zien. Dus ik ga zo snel mogelijk naar de bioscoop gaan om deze film te zien. Omdat ik hem echt heel graag wil zien. En dat was het voor nu. Vond je het een vette video? Smash dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, ja, wil jij dat ik dit nog eens doe met andere films? 10 andere films. Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En ja, ik ben Acid. En ik zou zeggen, ja! Hello.